De vorige keer in hoevenbouw in huis heb ik mijn hele vloer afgegraven, maar we liepen tegen een aantal dingen aan. En 50 euro voor twee kleine KUT-wandjes. Hoe dat verder gaat zie je zo meteen. We hebben onder andere ook de badkamer gesloopt. Hier heb ik er al een stuk of 20 van over. Welkom terug bij Hoevenbouw in huis. Zoals je hebt kunnen zien in de vorige aflevering heb ik mijn hele vloer afgegraven. En daar gaat mijn telefoon. En als je alles afgraaft, komen er wat dingen bloot te liggen en ook wat problemen ontstaan er dan. Onder andere bij de trap. Meneer Willem heeft net even een paar studs gebracht. Die gaan we hier onder de trap zetten, zodat we daar beneden de boel weg kunnen halen en een nieuw buisje kunnen lassen. Zodat de trap blijft staan, ook nadat de nieuwe vloer aangelegd is. Kijk, hier zit nu nog een muurtje, maar ja, dat is een beetje lastig om daar nieuw beton te storten. De buis loopt ook niet verder door, maar straks zit de vloer wel tot en met hier. Dus dit hele stuk hebben we dan niet. Dus mijn broertje heeft een extra stukje buis op zijn werk gevonden en die gaat hij er mooi aan lassen. En die paal die moet natuurlijk ergens opstaan. Maar ja, voordat we daarbij kunnen moeten eerst alle stenen aan de kant. Na een tijdje hadden we eindelijk de paal los en ja, hij was echt van de grond af en er stond nu alleen nog maar op een paar houten paaltjes en de studs van neef Willem. Het nieuwe stuk van de paal moet een goede basis hebben, dus we hebben de grond even gelijk gemaakt. En het laatste stukje van de paal hebben we eraf geslepen, waar dan straks weer het nieuwe stukje op aangelast kan worden. En dat levert spectaculaire beelden op. En na wat slijpwerk kwam de onderkant eraf. Maar voordat we daarmee verder gaan, eerst even kijken naar de riolering. Alsof ik nog niet genoeg shit moest verbouwen en aanpassen aan dit huis. Al die stukken riolering, ongeveer een meter lang per stuk, die gresbuizen, die zitten in elkaar. En dan zitten ze met een soort specie of een soort beton aan elkaar gemetseld of vastgelijmd, waardoor alles netjes doorstroomt. Alleen toen ik alles aan het uitgraven was, kwam ik erachter dat aan de onderkant van die openingen waar ze in elkaar steken, dat daar alles vergaan was of niet goed dichtgemaakt was. Dus om elke meter was er gewoon een opening waar al mijn uitwerpselen de grond in gingen. Dus toen dacht ik, we halen hem eruit, we passen hem aan, PVC erin. Ik zit nog met één probleem, de gresbuis loopt door de straat in en daar kan ik nu niet bij. Dus dat loshalen wordt nog een uitdaging. Ondertussen ben ik samen met Niels de grond aan het uitvlakken en mijn broertje is nog bezig met de trap. Precies uitgemeten en het stukje nieuwe buis kunnen we op maat gaan zagen. En kijk eens aan, hij past perfect. En dan komt de grootste uitdaging voor mijn broertje, hem er perfect netjes aanlassen. Het was telkens even een stukje lassen, een stukje bijslijpen en weer een stukje lassen. Maar uiteindelijk zat hij er mooi aan. Beun de beuners. Hij moet uiteraard muurvast zitten. Maar één ding wat wel los mag komen is de riolering. Daar gaat hij. Ja. Kijk, netjes hoor. Pitta. Ik heb een korte broek aan. Nou, stel hem niet zo aan. Je kan straks douchen, ja. Kom op. Ja. Ja? Wat gaat hij vinden in het gat? De pinguïns van Madagaskar. Over het was. Is van YouTube. Oranje boven. En dan de grote test. Is het gelukt? Gaat ie. Hij doet het nog! Die avond hebben we nog twee lampen geïnstalleerd, zodat we in de avond ook nog een beetje zien wat we doen. En toen dacht ik, ik ben eindelijk klaar met die vloer. Alles er netjes uit, maar toen trapte ik mezelf nog meer de grond in, door ook de badkamer helemaal leeg te halen. Want namelijk, de gresbuis loopt ook door de badkamer in. Ja, en als je dan al toch bezig bent en bijna alles is gestript, dan doen we alles maar. Wat zeggen we dan? Kut weer. Ja joh, anders blijft het gewoon hangen. Dit ding is bijna naar beneden. Lukt ie? Dat is goed, weet je. Nou kun je douchen. Het muurtje mag er ook uit. En na een ochtendje slopen was de hele badkamer gedemonteerd. Gaat dat lukken, Noddy? Ik ben benieuwd, we gaan het zien.
Helaas hebben ze geen vaste klantkorting bij de stort, want daar had ik zeker van geprofiteerd, want dan kom ik bijna dagelijks. Ik dacht dus dat ik alleen maar puin had. Bleek nou. Die gipsblokken, die mogen niet bij puin. Moest ik helemaal die bakken uit gaan zoeken. Alle werk, jongens. Ik dacht echt eindelijk gewoon gipsblokken, die kunnen gewoon bij het puin. Die dus. Toch nog weer een dikke 50 euro aan de gipsblokken kwijt. Guten Tag. Ja? Yes. Moest het wel apart afvoeren. Gasbeton en... Het is gips, maar dat kunnen ze niet onder de weg dumpen. Nu was het gips een goede 50 euro. En... 50 euro voor twee kleine KUT-wandjes? Ja. En die tegeltjes was 1,60 euro of zoiets. En dat was een dikke 20 kilo. Het is wat het is. Ik wil gewoon een Lipton Iced Tea. Wil jij ook een Lipton Iced Tea? Ja, lekker. Ja, die ken ik ondertussen wel. 4, 5. Ik heb een nieuwe smaakje, hè? Echt? Ik heb naast die blauwe nu ook peach, maar die vind ik minder lekker. Ja, die moet ik opdrinken. Die vind ik ook wel lekker. Vind je lekker? Ja. En? Deze is minder lekker als deze. Hier heb ik er al een stuk of 20 van op. Dus Lipton, als je ons wil sponsoren. Bijna alles is nu wel gestript dat aan het huis gesloopt kan worden. Ik zie er nu wel naar uit om eens een keer te gaan opbouwen. Abonneer even om niks te missen. En heb je nog een vraag, laat het weten in de reacties. En dan zie ik jou volgende week bij de volgende vlog. Tot dan, ciao!